One, two. We staan bij Mysteryland in Vijfhuizen. Vanmorgen een paar buitjes op de kop gehad, maar het zonnetje begint weer te schijnen, dus wat een mooie dag. Het 30-jarig bestaan van Mysteryland dit jaar, ook een mooie mijlpaal natuurlijk, waar we er heel veel van meegemaakt hebben. En wat het extra speciaal maakt dit jaar is de samengang met de Dutch Grand Prix, wat hier ook om de hoek plaatsvindt. Dus de samengang van twee zulke grote evenementen in een klein gebied is wel iets wat extra aandacht vergt voor alle disciplines. Via de coördinatiestructuur hebben we afstemming tussen beide evenementen, zodat we altijd weten wat er bij de Grand Prix gebeurt, wat invloed heeft op Mysteryland en andersom natuurlijk. Ik moet vandoor, de taak roept. Dank je.